Mobiliteit. Dat is alles wat te maken heeft met hoe verplaatsen wij ons. Je kan ze opdelen in twee categorieën. Passieve mobiliteit en verantwoordelijke mobiliteit. Bij passieve mobiliteit gebruik je een taxi, bus, tram, metro, trein, boot, vliegtuig. Je laat je vervoeren en dat vraagt geen enkele specifieke vaardigheid. De bestuurder is verantwoordelijk. Bij verantwoordelijke mobiliteit echter gebruik je skates, een step, eenwieler, fiets, auto, scooter, motor, bestelwagen, vrachtwagen. Elke bestuurder is individueel verantwoordelijk voor zijn gedrag en voor het daaraan verbonden risico. Om te voorkomen dat het een totale chaos wordt, is de wegcode uitgevonden. Een belangrijk punt voor de verkeersveiligheid is het innemen van stoffen die de werking van de hersenen veranderen. Alcohol? Cannabis, speed, cocaïne, lachgas. Alles wat inwerkt op de hersenen en wat niet, maar dan ook helemaal niet verenigbaar is met een verantwoordelijke mobiliteit. Dat is een rode lijn die niet mag worden overschreden. De plaats van de bestuurder die dit soort stoffen gebruikt heeft, is daarom de passagierszetel. En als passagier van een bestuurder die alcohol of drugs heeft gebruikt, neem je dezelfde risico's als de bestuurder zelf. De enige mogelijke reactie is een onherroepelijke nee. Je stapt niet bij die persoon in de auto en je dringt erop aan dat deze niet achter het stuur kruipt. Feestjes zijn een vrolijke aangelegenheid. Rijden onder invloed daarentegen is een zeer ernstige zaak, waaraan zware sancties zijn verbonden. Maar vooral zware en zelfs dodelijke ongevallen. Daarom moet duidelijk de grens worden getrokken tussen alcohol en drugsgebruik en het besturen van een voertuig.